Nou, het hele project draait om het begrip non-dualiteit. Ja. Kun je er iets over zeggen waar dat over gaat? Ja, non-dualiteit, ja. Ja, volgens mij bestaat non-dualiteit niet. Oké. Okay. Volgens mij is het een abstractie. Zoals de stilte een abstractie is. Het enige wat je volgens mij kent is de dualiteit. En de dualiteit bestaat uit tegengesteldheden. En ik begrijp wel natuurlijk wat ze in principe met non-dualiteit bedoelen. Dat is dat de ik als buitenstaander niet beleefd wordt als buitenstaander. Dan is die dualiteit weg. Maar dat hele verhaal van het doorzien van die ik die er buiten staat, speelt zich af in dualiteit. Er staat niets buiten de dualiteit. Want de ervaring zelf is een ervaring alleen maar mogelijk gemaakt door tegengesteldheden, door dualiteit. Dus dat hele ik-besef, wat zich er wel buiten waant, speelt zich af binnen de dualiteit. Dus het enige wat we kennen is dualiteit. Zodra er ervaren wordt, wordt er iets ervaren. En dat is binnen de dualiteit. Altijd. Heeft geen ontsnappen aan, Jan? Is geen ontsnappen aan. En waarom doen mensen allemaal zo hun best om daaraan te ontsnappen? Ja, het mooie is dat het net lijkt alsof je inderdaad de belever van de belevenis bent. Zo lijkt het verdorie toch. En dat idee, volgens mij, heeft dat de mens altijd een beetje een naar gevoel gegeven. Want het lijkt alsof hij er buiten staat. Daarom is ook religie ontstaan, volgens mij. Om die verbinding weer tot stand te brengen. Die verbinding die eigenlijk niet hoeft. Religie. Ja, verbinden. Precies. Dus het is een idee dat je er buiten staat. En dat idee is eigenlijk een beetje onverteerbaar. Dus de religie heeft getracht om die verbinding weer tot stand te brengen. Maar alles speelt zich af binnen de dualiteit. Dat hele probeersel ook. Dus non-dualiteit is een abstract idee binnen de dualiteit. Non-dualiteit op zichzelf bestaat dus helemaal niet. Het is alleen eigenlijk het inzicht dat er geen ervaarder van de ervaring is. De ervaarder van de ervaring is deel van de dualiteit. En als je naar mij vraagt, wat is zelfrealisatie? Dan zeg ik verdrinken in dualiteit. Oplossen in dualiteit. Dat klinkt niet aantrekkelijk, Jan. Dat klinkt niet spiritueel, er is geen ontsnappen aan. Maar als je nou eens echt zelf kijkt, Han, en we hebben geen ander referentiekader, dan ken je toch alleen de dualiteit. En het hele proces van bevrijding moet zich dus afspelen binnen de dualiteit, want de ervaring is dualiteit. Maar is er dan nog wel zelfkennis mogelijk, als jij zegt dat kennis zich altijd binnen de dualiteit afspeelt? Ja, er is zelfkennis mogelijk als fragment. Binnen de dualiteit. Maar dan kennis over jezelf als fragment. Ja, maar kennis over jezelf als het geheel waarin dit verschijnt? Onmogelijk. Je kan de stilte niet kennen. Want weet je wat er aan de hand is? De stilte kan niet gekend worden. De stilte is beschikbaarheid voor het kennen. Zoals je wezen beschikbaarheid is voor de ervaring. Maar die beschikbaarheid kan niet gekend worden. En non-dualiteit suggereert dat er een manier van leven is, waardoor je eigenlijk die beschikbaarheid zou kennen. Dat het ultieme succes is van de zoektocht. Je leeft in dualiteit en de verlichting is non-dualiteit. Kul. Want je faalt altijd. Je kan er 35 jaar mee bezig zijn en tot de ontdekking komen, hier ben ik geen bliksem mee opgeschoten. Dus frustreerd. Nee, zie dat je alleen in dualiteit leeft. Dat is de levenservaring. En zelfrealisatie is dan beschikbaar zijn voor die dualiteit. Juist. Beschikbaar zijn in die dualiteit.
geen ontsnappen aan. Er is geen perfecte bestuurder die spiritueel vanuit non-dualiteit de dualiteit beziet. Flauwekul. Want je voelt je steeds je zoektocht falen. Je redt het nooit. Je blijft denken, ik heb het inzicht wel, maar ik mis iets. Omdat je ergens een belachelijk gevoel van bevrijding eigenlijk steeds wil. En ik moet je zeggen dat ik met dat woord non-dualiteit geen kant op kan. Ik begrijp wel wat ermee bedoeld wordt, maar het is levensgevaarlijk. Zoals het woord God alleen maar ellende heeft gebracht, zo zal non-dualiteit dezelfde shit brengen. Omdat je tot het eind blijft denken, er is een ontsnappingsclausule. God kan vervangen worden door non-dualiteit. Ja, inderdaad. Dan donder het dan allebei in de vuilnisbak. Ja, precies. Gaat het dan over overgave, Jan? Ja. Genade. Ja, het maar gaat genade over is alleen mogelijk als er sprake is van overgave. Ja. En overgave is eigenlijk het gevolg van totale kwetsbaarheid. Als wij, wanneer wij die dualiteit zijn, en er niet een bestuurder nog kan zijn die dualiteit nog kan sturen, dan is er dus eigenlijk totale kwetsbaarheid als dualiteit. Want je mag nog zo'n fijne dag hebben en wauw spiritueel je voelen. Als er iemand bovenop je voeten gaat staan, is het einde verhaal. Moeder ging dood aan een bord bedorven voedsel, klaargemaakt door zijn familie. Daar moet je het maar weer van hebben. Dus het eind van het liedje, volgens de verhalen stopten de olifanten als ze hem zagen. Rotsblokken spleten zich, salmonelle bacteriën, net niet. Zat net niet bij het pakketje inbegrepen. En dan denk ik toch, yes. Dus het is, die bevrijding is niet mogelijk. Jezus werd ook aan het kruis genageld. Ja, precies. Zo kwetsbaar was hij. Nisikadatta leed ook echt aan die keelkanker. Ja. Er is alleen die dualiteit. En overgave is eigenlijk ook niet te doen, te zien dat we totale kwetsbaarheid zijn. Maar dat is overgave. Dat is die overgave. Ja. Ik heb vroeger geprobeerd om een spirituele zin tot overgave te komen. En ik voelde me steeds zo'n boeren, want het kon gewoon niet. Tot ik eigenlijk zag dat ik niet weet dat ik over 5 minuten hier nog levend zit. Toen dacht ik, potverdorie, er is dus een werkelijkheid die zo kwetsbaar is, dat ik daar met mijn verstand eigenlijk nog niet bij gekomen ben. Toen zag ik dus dat die totale kwetsbaarheid zich iedere keer aandient, maar mijn mind een ontsnappingsclausule probeert te vinden. Maar de werkelijkheid is dus totale kwetsbaarheid. En toen ik dat zag, viel het eigenlijk op zijn plek. Toen zag ik dat overgave een gevolg was van dat intense, diepe inzicht. Waar ik me aan verloor, maar eens zo te zeggen. Je moet je hart eraan verliezen. Het moet niet alleen bij zo'n kopie blijven. En overgave was eigenlijk, ja, de status quo van totale kwetsbaarheid. En is dat een andere kwetsbaarheid als de kwetsbaarheid van het lichaam, Jan? Daar is het lichaam gewoon onderdeel van. Het is de totale kwetsbaarheid waarbij je eigenlijk niet weet wie je bent. Geen idee heb van. Er komt iets uit die bron waardoor we nu spreken en denken. En we hebben het over iets waar we normaal eigenlijk alleen maar over kunnen zwijgen. Maar valt er dan te leven zonder een idee over jezelf te hebben? Nou, in de praktische zin is het wel handig dat je soms weet wat een minkukkel je bent. Of wat, weet je, of, ik bedoel, al is het thuis maar, dan heb je toch een beetje soms in de gaten dat je je anders op moet stellen. Bij je opvoeding van je kinderen of weet ik wat. Of, dus het is handig. Maar het is niet waar. Het is niet waar. We hebben ontzettend veel ideeën over fragmenten. Maar ons wezen zullen we niet kunnen pakken. Ons wezen is totale beschikbaarheid. Totale kwetsbaarheid. En dat weten we eigenlijk. Ik heb niks tegen psychologie, niks tegen psychotherapie. Het is allemaal heel handig voor de fragmenten. Maar wat we werkelijk zijn, om tot overgave te komen, om maar eens zo te zeggen, wat niet mogelijk is om het te komen, maar het is het diepe inzicht van totale kwetsbaarheid. Daarmee is de franje eraf gevallen en is er in zekere zin eenvoud.
totale kwetsbaarheid dat te zien, bleek overgave te zijn. Wat ik niet kon bereiken door overgave te doen. Dat lukte me niet. Want er is geen doener. Er is geen doener. Dus ik liep vast in mijn spirituele zoektochtje. Van harte ermee bezig zijn en toch in de gaten krijgen dat ik er geen fluit mee opschoot. Ja. Tot ik zag, ja, maar het is de kwetsbaarheid eigenlijk wat mijn status quo is. En jij zegt, eigenlijk weten we dat allemaal al. Ja, we weten het, Han. We weten het. En waarom, wat is ego? Ego is eigenlijk het ontlopen van die kwetsbaarheid. Ego is geen bestaand iets. Dat lijkt tegenwoordig wel. Je hebt een ego, nou gaat er maar twee tellen over nadenken, dan kom je er niet uit. Ego is eigenlijk de verhulling van die kwetsbaarheid. Dus die negeren we, die wensen we niet te zien. Juist. Omdat er ook nog eens een keer het idee is dat we als ik buiten de ervaring staan, willen we die kwetsbaarheid niet zien, want we willen die ik cultiveren om de kwetsbaarheid te ontlopen. Dat doen we ook spiritueel. Vanuit het idee dat die daarin toe in staat is. Precies zo. En dat is de grote illusie. Dus het gevaar van non-dualiteit is dat die ik die er buiten staat gecultiveerd wordt om tot non-dualiteit te komen. Snap je wat ik bedoel? Daar zit de adder. Maar je kunt daar nooit uit. Je kan daar niet uit. Je kan alleen verdrinken in dualiteit. Het klinkt lullig. Het is misschien anders dan we begonnen te zoeken, maar ik heb geen andere keuze dit te zeggen. Je biedt niet veel houvast. Nee, je biedt geen flikker houvast. Ik denk weer dat je aan het eind van het liedje alle... Ik zit mijn eigen winkeltje weer naar de galamiezen te helpen. Je hebt het wel eens over die lucifer. Hè? Je biedt mensen een lucifer aan waar ze zich aan vastklampen, maar ze verdrinken toch in die dualiteit. Hoe dan ook. Je redt het niet. Ja, wat maakt jou dan zo'n blijbloedige man? Omdat, kijk... Kijk nou eens soms naar hele oude mensen die eigenlijk enorm kwetsbaar zijn. Die zijn heel prettig om te ontmoeten. Er is een soort iets weggevallen, er is een soort kwetsbaarheid is er dan. Als ze nog goed bij geest zijn, niet om er niet achterlijk zitten doen, maar als ze goed bij geest zijn, is het prettig om ermee om te gaan. Er is dus iets wat zich laat zien, die totale kwetsbaarheid. Bij iemand die stervende is, in de terminale fase, is die totale kwetsbaarheid er ook. En dat voelt eigenlijk als omstanders een bevrijding om daar even te zijn. Moet je zelf ook meegemaakt hebben in je werk. Dat voelt heel gemakkelijk eigenlijk. Waarom zouden we zo lang moeten wachten om tot die vreugde van die omgang eigenlijk te komen? Laten we het nou maar doen. Laten we het nou maar doen. Totale kwetsbaarheid, lieve jongen. Het lijkt wel wat, maar we weten niet dat we over 10 minuten nog ademen. Waarom zouden we niet kunnen zien dat onze status quo eigenlijk als de terminale patiënt is? Of aan het oudje van 90 al. Waarom moet de biologie ons dwingen om het dan pas te zien? Dat is de ontsnapping, dat we het nu al kunnen zien en leven. Dat is het punt. En die mensen zijn niet verdwenen in non-dualiteit. Die, als terminale patiënt of als oudje van 19 leef je nog altijd in die dualiteit, want er was geen ontsnappen aan. Maar er is iets wat plotseling heel erg zuiver is. Authentiek, laat ik het zo zeggen. Wat is dan dat authentieke? Daar waar de verhulling eigenlijk weg is gevallen. En de kwetsbaarheid laat zich zien. Nou weet ik wel dat de maatschappij een heel andere boodschap heeft. Want je wordt erop afgerekend op je kwetsbaarheid. Maar ja, we hebben een ander potje op het vuur staan dan, toch? Zeker. We moeten het toch hier over hebben. En dan op een manier waarbij we ons niet in die zoektocht voelen falen. We moeten enthousiast gemaakt worden. De boodschap moet overkomen van dit is te doen. Dat is te zien. En als we het dan hebben over kwetsbaarheid en het verhullen van de kwetsbaarheid die je steeds om je heen ziet, dan herkennen we dat onmiddellijk aan. Dat kan niet anders. En we leven in een dualiteit tot onze dood toe, lieve jongen. Weet je wat mijn oude vader dan zei? Dan nemen we er nog één.
Zullen we dat maar doen, Jan? Zullen we dat maar doen? Oké, bedankt.